Welkom terug bij het tweede deel. Straks weet je hoe hoog jouw IQ is. Ja, en natuurlijk het IQ van de BN'ers. Jeroen, misschien kun jij vast even polshoogte gaan nemen. Ze kijken weer zeer gespannen. Natuurlijk krijg je in dit deel ook alle goede antwoorden. Want ik weet zeker dat iedereen super benieuwd is naar wat nou eigenlijk het goede antwoord was. Jeroen, ik zei het als een lachen niet echt. Nu jij er staat wel of nog steeds niet? Nee. Het is een stuk stiller geworden dan bij deel 1. Iedereen zit een beetje... Jullie hebben natuurlijk... Irene, jullie hebben een beetje met elkaar gepraat, neem ik aan, net in de pauze of wat? Zeker, ja. En hoe is het met je gevoel? Nou, kijk, laat ik vooropstellen dat wij geen van allen aan onszelf twijfelen. Want we hebben dat nooit gedaan. En nu ook niet. Nu ook niet. Gaat dat voor jou ook, Ellen? Ja, ik weet het niet hoor. Nee, natuurlijk niet, maar... We hebben wel een beetje overlegd en bijgebabbeld over de test natuurlijk. En dat is toch wel grappig om te zien hoe iedereen het ervaren heeft. Jan Veen, jij zit daar heel relaxed beetje, ja, en zo maar toch van, wel stil. Hoor. Nou, ik vind dat het gaat om emotionele intelligentie en dat dit maar een bijkomstigheid is. Dus ik vind het niet zo belangrijk. Ja, dan wordt hier alweer een vluchtluik opengezet natuurlijk. Reddingsmiddel, hè? Ja, Rob Oudkerk, goed gevoel? Of dingen gehoord waarvan je dacht, ik dacht toch dat dat zo was en nu hoor ik van al die anderen dat het eigenlijk zus was? Ja, dat is ongeveer bij 70 vragen zo. Maar je weet nu weer wat je niet kan. Dat vind ik toch ook wel, eigenlijk wel een prettig gevoel. Oké, nou we gaan straks later op dit programma zien hoeveel jullie niet kunnen dan. Goed, tot later. Dank je. We gaan nu met de billen bloot. Richard. Achter mij zie je natuurlijk het internet zenuwcentrum en het is allemaal goed gegaan. Want ook dit keer hebben er weer heel veel mensen meegedaan. En gelukkig heeft het systeem het ook weer dit keer goed gehouden. Iedereen die via internet of sms heeft meegedaan, jullie hebben inmiddels jullie score al binnen. Want die is al door de computer omgerekend. En straks krijg je natuurlijk ook te horen wat die score nou eigenlijk betekent. Wie thuis met pen en papier heeft meegedaan, weet de score nog niet. En daarom gaat Jeroen alle vragen kort nog een keertje doornemen en je precies vertellen welke antwoorden nou goed waren. Dus zorg dat je alles binnen handbereik hebt. Bij de Nationale IQ-test 2002 is steeds maar één van de antwoorden goed. Heb je het goede antwoord gegeven, dan krijg je uiteraard 1 punt. Was je antwoord fout, helaas, dan krijg je helemaal geen punten. Is ook duidelijk voor de studenten, hè? Heel betutteld zitten jullie erbij. Jeroen, neem het maar snel met ze door. Goed, nou, daar gaan we dan. Ik zit weer op mijn plek en we gaan maar meteen beginnen met een eerste reeks antwoorden van de eerste reeks vragen. Er is al eerder gezegd dat het naarmate de test vorderde moeilijk wordt. Nou, dat bleek ook wel, want vraag 1 was nog best makkelijk. Wat wordt, dat was vraag 1, bedoeld met de term huisarrest? En dat antwoord daarbij was C, gevangenschap in eigen woning. Heerlijk. Geniet maar met volle teugen van je succes, want lang zal het niet meer duren. Vraag 2. Wat betekent huldigen niet? Nou, het betekent van alles, maar verpakken zit er niet in. Vraag 3. Wat is een phonoholic? Dat was eigenlijk niet zo moeilijk, toch? Dat is iemand die verslaafd is aan telefoneren. Ja, dat is ook op PH gestaan, denk ik. Ach, man. Ja, weet ik veel. Ja, zitten er nu al fouten bij de BN'ers? Wie had phonoholic fout? Met trots, hè? Oeps. Maar net fout. Net bijna goed, hè? Bijna goed had ze het. Goed, vraag 4. Waar wordt naar verwezen als men de term apocalyptisch gebruikt? Denk bijvoorbeeld even aan die film. Naar de ondergang van de wereld. Zo is het maar net. Vraag 5. Wat is appelleren niet? Nou, het is in ieder geval niet in de houding staan. C. Wat is een, vraag 6. Wat is een monocraat? Ja, die bijvoorbeeld. Een monocraat is een alleenheerser. Nou. Gilio, jij bent toch regelmatig een monocraat in de ring, toch? Ja, absoluut. Ik kan hem ook goed. Had je hem ook goed? Oké. Maar niet heus. Oh, niet? Nee. Goed. Nou, misschien was deze dan beter voor jou. Wat betekent pacifieren? Nou, die wist ik ook niet. Dat is namelijk tot vrede brengen. Ja, ik heb dat wel, maar ik dacht dat het pacificeren. Ja. Passief dacht ik rust. Ik heb nou pacifier. Pacificeren. Ja. Oh ja, heel goed. Ja, maar dat is je redding. Kijk. We gaan naar vraag 8, jongens, even serieus. Zelfs dat helpt niet meer. Waar kan een paddenstoelwolk het gevolg van zijn? Nee.
plastificeren. Dat was misschien niet zo'n ingewikkelde. Dat was A, een atoombom. We komen bij vraag 9. Welk woord betekent ongeveer hetzelfde als proleet? Ja, van die telefoon. Maar dus ik keek nog even naar jou toen dacht ik, nou weet ik het. Maar wat is het? Nou, dat is dus een plebeier. Heb je het gezien? Ik zie de blijheid op het gezicht van Rob Campus. Ik neem aan dat je deze goed had. Ja, ik keek even naar Jan Veen, toen dacht ik, nou weet ik het weer, plebeier. Oké, goed. De sfeer is goed daar bij de BN'ers. Vraag 10, serieus nog even jongens. Welk woord, was de vraag, hoort niet in het rijtje thuis? Ja, heb ik verkeerd gedrukt. Daar zat wel wat in. Het is namelijk ethiek, want ja, het is eigenlijk vrij duidelijk. Hè? Ether is een verdovingsmiddel en heeft natuurlijk ook met de radio in de ether te maken. En dat heeft allemaal niks te maken met ethiek. Vraag 11. Welk woord betekent ongeveer hetzelfde als zwijm? Zwijm. Je valt in kat zwijm. Dus, ja, dat moesten de dames toch wel goed hebben, of niet? En nou, wat is dit sexist. Nou? Sexist. Ja, dat je gewend bent dat mensen bij jou in zwijm vallen. Ja, heel goed. Wat ben dat is lief van je. Ja, het was lief, inderdaad. Wat seksistisch van jou eigenlijk. Wat betekent palingenese ongeveer? Ik vroeg dat aan Regidio om deze reden, de wedergeboorte. Goeie van je, maar ik wist het niet. Goed. Dit waren de eerste 12 antwoorden. Bridget, waar ben jij? Ik sta bij de tribune allochtonen, want wij hebben net... Nu door kan moeten ze natuurlijk even goed van zich laten horen, dat begrijp ik wel. Want het blijft natuurlijk spannend, niemand weet wie er gaat winnen. Maar we hebben net het onderwerp verbaal gekregen. Hadden jullie daar enigszins moeite mee? Ja. Nou, gaat wel, maar ik denk dat het meer 50-50 is, maar ik denk dat het wel toch goed komt. Ik hoop het wel dat het goed komt uiteindelijk. Überhaupt in het leven, hè, dat het goed komt. Volgens mij komt het wel goed. Jeroen, neem er nog een paar met ze door. Ja, oké. Okay. Ik ga eerst even naar meneer Drent, de deskundige. Er is een hoop geklaagd. Rob Oudkerk zei het ook net eigenlijk van... ja, het is eigenlijk net iets te snel, 10 seconden langer. Dan had ik het wel geweten. Waarom is die tijdsdruk eigenlijk zo belangrijk? Er zijn verschillende soorten snelheid. Snelheid van administratief werken bijvoorbeeld... of reactiesnelheid, heeft niks met intelligentie te maken. Maar er is een ander soort snelheid wat wel met intelligentie te maken heeft. En dat is de snelheid waarmee men veronderstellingen kan genereren, veronderstellingen kan maken als een oplossing voor het probleem. En dat ook weer snel verwerpen als dat geen goede oplossing blijkt te zijn. En dan weer een nieuwe proberen. Dus dat is eigenlijk de reden waarom er toch snelheid in deze opgave zit. De eerste psycholoog Wundt heeft zelfs gezegd... intelligentie is denksnelheid. Dus dat duidt dat ook aan. Precies. Oké. Okay. Ik moet wel zeggen... Mag ik nog even? Nou, als het heel kort is. Want nou, snelheid, hè? Ja. Ik moet wel zeggen dat... Maar dat is een testtechnisch probleem. Je kunt beter 72 vragen met minder tijd hebben... dan 36 vragen met meer tijd. Dat geeft meer spreiding en meer betrouwbaarheid. Goed. Dank u daarvoor. En het geeft tegelijkertijd ook aan dat je thuis niet kan denken... ik doe er morgen wel op mijn gemak, want dan werkt het niet. We gaan naar de tweede rij. En dat waren die spreekwoorden waarvan heel veel mensen zeiden... daar heb ik nog nooit van gehoord. Vraag 13. Vraag 13. Wat betekent koud bier maakt warm bloed ongeveer? Ja, ik zou het zeggen, maar ik weet niet. En het was inderdaad A. Drank maakt twistziek en vechtlustig. Het zijn spreekwoorden die bestaan. Nou, oké, deze is duidelijk. Niemand is onmisbaar. Vraag 14. Wat betekent een mens is alleen onmisbaar bij zijn begrafenis ongeveer? Nou, die was niet zo moeilijk. Niemand is onmisbaar. En met de huidige technieken weet je niet eens of er wel iemand in die kist ligt. Vraag 15. Wat betekent 2 over 1 is moord ongeveer? Ik heb A, maar ik heb geen idee. Ik ook. Geen idee. Ja, het is A. Ik neem aan dat onze strijder deze wel goed had, Regilio. Ja, ik had deze heb ik allemaal tot nu toe goed. Maar die punten er ook. Dat belooft nog niks. Vraag 16. Wat betekent een volle kam zwijgt niet ongeveer? Was er eigenlijk één voor Rob Campus? Ja. Die had je ook goed, neem ik aan, Rob. Ik zou het niet meer weten, dat is het vervelende. Van al die dranken bedoel je? Ja, precies. Vraag 17. Wat betekent het is stil waar het nooit waait, ongeveer? Ook niet.
niet. Precies. Ja, nou je het zegt. Ja, dat zou een spreuk voor de Tweede Kamer kunnen zijn, Rob Oudkerk. Er moet daar altijd wel wat gebeuren. Oh, dat bedoel je ermee? Ja, ja. Ja, maar de Tweede Kamer is niet echt een gezin, hoor. Althans, nee. In mijn gevoel niet. Nee? Nee. Maar je verlaat het gezin ook, hè? Dus niet? Nee, dus niet. Nee. Vraag 18. Wat betekent de duivel scheidt altijd op de grootste hoop ongeveer? Ja. Rijke mensen worden steeds rijker. Oké, dat waren de spreekwoorden, meneer Drent. Het volgende onderdeel, de analogieën, die zijn nogal speciaal. Ja, waarom zijn die dan zo speciaal? Nou, verbale intelligentie bestaat voor een stuk uit woordkennis. Voor een stuk uit taalbegrip. Het kunnen begrijpen van taalkundige informatie. En ten derde ook het kunnen spelen met relaties tussen begrippen. Hè? Groot, klein, deel, geheel, abstract, concreet enzovoort. En vooral dat laatste, dat heeft heel veel sterk te maken met dat probleem oplossen. Je moet daar weer een intellectueel probleem proberen op te lossen met een veronderstelling en een toetsing enzovoort. En dat op een vrij snelle manier. Ja. Dus dat is een vrij centrale intelligentie-indicatie. Precies, want dit lijkt heel erg op de definitie die u eerder in dit programma gaf over intelligentie. Je hebt een probleem, je moet het probleem oplossen. Je moet ook kunnen beredeneren waarom dat de juiste oplossing is. Maar misschien kan ik nog ook zeggen dat het... Dat naast deze hele verbale cluster ook niet-verbale items belangrijk zijn. Met name omdat hier toch weer die taal een belangrijke factor vormt. En dat is een deel van de totale intelligentie. En voor mensen die een taalhandicap hebben, is dat zelfs een groot probleem. Ik begrijp het. We gaan door met de antwoorden van de analogieën. Vraag 19. Was kalm staat tot onrustig als... Als die niet klopt, dan ook. Stabiel staat tot labiel. Vraag 20. Overal staat tot ergens als... Nee, dit is fout. Alles tot iets. Alles staat tot iets. Die had ik ingedrukt, toen dacht ik, kut, is B. Vraag 21. Let op. Sluw staat tot uitgekookt als... Ja, het is hetzelfde A. Oh, nee. Ik zal deze uitleggen, want daar zit iets bij. Sluw wordt gezien hier als een synoniem, als hetzelfde woord, dus voor uitgekookt. En dat geldt ook dat limiet hetzelfde woord is voor grens. En de relatie auto-vervoermiddel is iets te breed, want net niet goed. Een fiets is ook een vervoermiddel, om maar wat te zeggen. Ja, als je het zo zegt. Ja, nou, ik zeg het ook zo. Goed, we gaan naar vraag 22, jongens en meisjes. Zout staat tot bitter als... Die vond ik ook zo moeilijk. Bitter. Ja, ik ben er nu op 3 achter elkaar eruit. Oké, dat lijkt mij een duidelijk, hè? We gaan naar vraag 23. Vraag 23 was... Waakvlam staat tot inferno als... Ja. Als een rotje tot een torpedo. Yvonne, had je die goed? Nee. Wat had je daarin gevuld? Ik vond inferno, dan wist ik al niet wat er was. Ja, dus dan houdt het op, hè? Het helemaal op. Oké, wacht. Weet je wat een pinguïn is? Ja. Oké, vraag 24. Pinguïn staat tot vogel als... Slang reptiel. Ja, die goed. Slang tot reptiel. Goed. Oké, dit waren dan de antwoorden van het eerste blok. Verbale intelligentie. Ja, de tribune met de hoogste verbale intelligentie, daar ga ik het nu over hebben. Het is wel heel grappig, ik stond hier net en toen werd aan mij gevraagd... Bridget, wat is een rotje? Ja, dat begrijp ik. Als Belg weet je dat natuurlijk ook niet. Maar het maakt geluid als je het aansteekt en we doen het met ze tijdens Oud en Nieuw. Dus het is vuurwerk eigenlijk. Dus verbaal... Zijn jullie normaal gesproken heel erg sterk? Want Nationaal Dicté winnen jullie jaarlijks volgens mij. Daarnaast winnen jullie ook het 10 voor taal. Ja, ik hoor hem al hoor en ik mis hem ook niet. Maar dat jullie nu echt de hoogste verbale intelligentie hebben... Helaas, die gaat naar de studenten. Jeroen, we zijn klaar voor de antwoorden van het tweede blok. Mooi. Hier komen ze. Oké. Die antwoorden in het tweede blok hadden te maken met vragen die gingen over waarneming.
Te beginnen met vraag 25. Dat zijn veel van die plaatjes, weet je wel. Vraag 25 was, welke motor is nou anders? Het zit hem in de koplamp. Dat zag ik straks ook niet. Die had ik nog. En als je dat weet, als je ziet dat het in de koplamp zit, dan weet je het natuurlijk. Bij de andere koplamp aan de zijkant zitten er twee. Het is antwoord C, de koplamp is anders. Vraag 26, vond ik zelf een moeilijke. Welk gebouw? Jongens, even stil. Welk gebouw is anders? Kijk twee naar rijtjes ramen. Die ramen. Die ramen zijn ietsje groter en het zijn er twee in plaats van drie bij de andere. Ja. Oké. Okay. De volgende, vraag 27, was die snowboarder. Of die vier snowboarders eigenlijk. Als je op zijn hand let, zie je het, hè? Nou ja, dat ziet er als een duim zit omhoog. Omhoog. Hij heeft zijn hand. Je kan het zien. Dat was net niet zo, hoor. Nee, maar... nee, dat was net niet zo, zegt Irene. Vraag 28. Vraag 28, Irene van Laren, had jij in ieder geval goed? Ja, klopt. Ik had B. Welke auto is anders? B. En waarom? Zie je bestralen. Omdat de grill anders is. Oké. Okay. Ja, meneer Drent, ik wil het niet direct over per se een bepaalde bekende Nederlander hebben, maar... is het nou zo dat mensen deelbegaafd zijn, zeg maar, dat ze wel weten wat een grill is, maar de rest niet? Nou, even los van dat voorbeeld, die deelbegaafdheid, die bestaat inderdaad. Het is zelfs zo, in de literatuur kennen we buitengewoon eenzijdige begaafdheden. Die heten de idiot savant, een beetje vergelijkbaar met Dustin Hoffman, die autistische jongen speelt in The Rain Man. He, die fantastisch kan rekenen, maar verder eigenlijk helemaal niks. Dus die deelbegaafdheid die bestaat inderdaad wel. Maar hier gaat het om dat complexe begrip intelligentie, waarin zeg maar een hele serie deeltaken naast elkaar worden gezet. En dan gaat het om totaalbeeld. Ja. Nou, dan wordt er één nu, die gaan we nu behandelen, die wij volgens mij met z'n allen best wel moeilijk vonden. Dat was namelijk het onderdeel geheugen. Daar gaan we weer. Kijk goed naar deze 12 letters, vroeg ik net. Voor je opzeggen. Hoe kan je dit dan onthouden? Moet je gewoon hard opzeggen. Daarnaast kijken. En de vraag was dan, welke letter zat er niet bij? Het was de E die er niet bij zat. En controleer het nog even. Oké. Dan gaan we naar de volgende 12 letters. Wacht even hoor. Sorry. Zijn we er niet eentje te snel nu? Ja, we zitten nu bij vraag 30. Kijk goed naar de onderstaande woorden. Welk woord zat er niet bij? Ja, een man weet niet wat hij mist als ze er niet is. Inderdaad, B. Vrouw. Kijk maar, om je te laten zien, er zit geen vrouw bij. Vraag 31. Toen werd het al misschien ietsje moeilijker, want toen hadden we het over de cijfers. Komt door, 23. Welk cijfer zat er nou niet bij? Dat was cijfertje 23. En hier kan je dat nog even nakijken. Oké. Dit was het moment om nieuwe kennissen te maken vanaf vraag 32. Kijk goed naar de naam en adresgegevens. We begonnen met David Verbeek, die op het Stuyvesantplein woont. En de vraag was, wat is zijn telefoonnummer? Nou ja, goed, dat was A. Het is een kwestie van onthouden. Na deze ben ik afgehaakt. Ja. Na deze ben ik afgehaakt. Deze had ik nog goed. Jij bent Rob Campus, jij zegt ik ben afgehaakt. Ja, want kijk, ik was dat telefoonnummer aan het nadreunen op het moment dat die vraag kwam. Dus die had ik nog per ongeluk goed. Maar bij deze weet ik niet meer wat. Ik was alleen maar met die 8-2 bezig aan het begin. En die 9-3, maar dat kwam toen niet. Heeft er iemand van jullie bekende Nederlanders een ezelsbruggetje voor deze dingen gevonden? Ik dacht van, ja, ik had de eerste Yvonne. Twee letters en de laatste cijfers en de laatste twee van het telefoonnummer onthouden. Maar ja, die waren de hele tijd hetzelfde. Ja, dus dat was een heel stom ezelsbruggetje. Stom. En toen dacht ik de tweede keer, nu doe ik het weer, want dan zullen zij het niet doen. En toen deden ze het weer. Dat was een heel intelligent gedacht. Ja, je denkt heel snel. Ja. We gaan verder naar vraag 33 en vooral natuurlijk ook het antwoord daarop. Het waren een aantal, gegevens, een aantal adresgegevens van heel veel mensen. En we vroegen toen naar het telefoonnummer van Ronald Bergsma. Dat zie ik nu. Ik weet ook niet meer wat ik gedaan heb. Ja, nou ja, kijk, en hier krijg je nog het bewijs dat het klopt. Ik ga hem straks bellen om te vragen of het waar is. Vraag 34.
werd steeds meer. Naam en adresgegevens van de afdeling stagebemiddeling. Deze heb ik wel goed. Ja, 5 en 6 op het eind. Allemaal op 46. Wat was het juiste faxnummer? Ja, misschien dat ik daar toch, meneer Drent. Is er nou op de een of andere manier iets te bedenken waardoor je dit nou echt, ja, op de een of andere manier beter kunt onthouden? Want hoe kan je nou kiezen of je nou het faxnummer of het e-mailadres moet onthouden? Ja, in de eerste plaats is geheugen op zichzelf te trainen. Dat is een heel belangrijke zaak. Ik vond het frappant dat de studenten het laagste scoorden. Hè? Maar tot hun troost mag misschien gezegd worden dat veel onderzoekers geheugen eigenlijk niet tot intelligentie vinden behoren. Nou, dan denk ik dat er een heleboel mensen goed wegkomen hier vanavond. Bridget, jij staat bij de boeren, zie ik. Hoe is het daar? Nou, ze zijn heel erg stil. Ja. En dan denk je, stille water hebben die begonnen. Nou, dat zullen we dan eens even gaan ontdekken. Want vond de boerin het moeilijk? Want de boeren, die, daar geloof ik het wel van. Maar hoe vond de boerin het? Ja, viel hartstikke mee. Echt waar? Zit je nou een beetje stoer te doen? Ja. Vond je het wel moeilijk? Ja, het was moeilijk. Maar heb je wel nu een beetje dingen hebt teruggekeken, het gevoel dat je een aantal goede antwoorden hebt ingevuld? Nou, in het begin wel, maar die van die telefoonnummers, ik weet niet eens meer wat ik... Maakt niet uit, het begin telt ook mee en het einde weegt ook nog zwaar, dus je weet nooit wat eruit komt. Ze komen wat losser, die boeren, dus Jeroen? Goed, we zullen kijken of al dat optimisme en geluk van jullie ook terecht is straks, hè, bij de uitslag. Ja. Bij het volgende onderdeel is het heel waarschijnlijk dat de vrouwen lager hebben gescoord dan de mannen, meneer Drent. Leg eens uit. Nou, er is geen verschil tussen intelligentie van mannen en vrouwen over de hele wereld. Maar er is één factor waarbij vrouwen vrijwel constant iets lager scoren dan mannen. Dat is één deelfactor en dat is ruimtelijk perceptueel inzicht. Laten we zeggen, daarom kan een vrouw geen kaart lezen. Dat is echt waar. Ze kunnen het wel, maar ze doen het vaak anders. Ik weet niet, ik heb nog nooit een man een kaart zien draaien in zijn auto bijvoorbeeld. Hè? En vrouwen wel. Maar ik moet ook zeggen, dat is eigenlijk waarschijnlijk de enige factor die echt een hersenstructurele oorzaak heeft. Er is een verschil in de structuur van de hersenen waar deze factor juist in gefundeerd is. Mooi, nou ja, we hebben hier natuurlijk allerlei vooroordelen in allerlei hokjes geduwd. Maar ik begrijp dat we in ieder geval één vooroordeel nu kunnen bevestigen. Ik ben benieuwd welke er nog meer volgen. We gaan verder met de volgende reeks antwoorden. Vraag 35. Welk cijfer is in spiegelbeeld? C. Ik had het normaal niet. Ja, ik heb twee haar goed al. En dat was C. Dat was hartstikke goed, hè? We gaan naar vraag 36. Welk figuur is in spiegelbeeld? Ja, ik heb geen idee. Ik heb B. Ik had B, maar... En het antwoord is B. Oh, dat is van die kleurtjes, man. Dat zie ik helemaal niet eens. We gaan naar vraag 37. Welk figuur is in spiegelbeeld? En ik hoor het antwoord hier door de hele studio al zoomen. Inderdaad, het antwoord is C. Daar was ik het kwijt. Goed. Vraag 38. De vraag was weer het figuur in spiegelbeeld. Die heeft ook rechts. Antwoord A. Vraag 39. Weer van die figuren. Welk figuur in spiegelbeeld? Is dat B of C ingevuld? Is dat B of C? Ja. Ja, Sylvana, dolblij, je had hem goed. Nou, ik heb hem gewoon echt gegokt deze, want de tijd ging heel snel en ik blijk dat ik hem goed heb. Heb je ze allemaal tot nu toe een beetje goed, deze figuurtjes en spiegelbeelden? Ja, nou, ja. Irene? Ik heb er eentje fout, zeker. Ellen? Nee, hier heb ik er meer fout. Yvonne? Ik weet niet meer wat ik geantwoord heb. je kan het ook niet meer, jouw geheugentest is... Ik had één grote blackout had ik. Oké. Okay. We gaan verder dan. Welk figuur, vraag 40 was dat, welk figuur is in spiegelbeeld? Deze wist ik echt niet. Hetzelfde als het vorige. Het antwoord is A.
niet opgeven. Oké, het onderdeel visueel redeneren is een van de meest universele onderdelen van die IQ-test. We hebben net die analogieën gehad, maar dit is misschien nog wel universeler. Meneer Drent, waarom komt dat? Nou, voor een deel omdat hier geen, geen taalkennis verondersteld is. De verbale analogie heeft toch altijd nog een taalkenmerk. Dat veronderstelt dus toch de kennis van de taal en taalbegrippen. Maar hier gaat het om hele abstracte begrippen die eigenlijk universeel zijn. In die zin dat je daar geen specifieke taal voor nodig hebt. Ik zeg niet dat je geen verbale intelligentie moet hebben daarvoor. Maar dit is ook het type test wat gebruikt wordt bijvoorbeeld bij vergelijking tussen culturen. Ja. En die zit dichter bij, verder van schoolprestaties en culturele invloeden af dan de meeste andere tests. Goed, hier hebben we dus eigenlijk geen excuus meer, als ik het goed begrijp. Je kan niet zeggen van ja, maar ik ben niet zo goed in taal of zo. Dat gaat hier niet echt op. Nee, hier niet, nee. Oké, dan gaan we verder met vraag 41. Visueel redeneren, hè, noemen we dit blokje. En de vraag was om die reeksen af te maken. Ik zou je zeggen wat het antwoord is. Het antwoord is C. De figuren wisselen elkaar af, horizontaal, waarbij het kruis erin steeds een kwartslag draait. In de laatste ronde stond het vierkant er nog niet bij. Die moet je dus zelf invullen met daarin een rechtkruis. Vraag 42. Jongens, ik zal ze proberen uit te leggen omdat ze soms ingewikkeld zijn. Niet dat ik het weet, maar ik heb wel de informatie bij me hier. Vraag 42 was de vraag of je de reeks wilde afmaken. Het antwoord is antwoord D. Het kleine cirkeltje zit afwisselend aan de binnen- of aan de buitenkant en verandert van kleur. Het cirkeltje schuift ook op. De volgende moet dus zwart zijn en aan de binnenkant zitten, onderaan de cirkel. Vraag 43, moest je ook weer de reeks afmaken. Een lijn met aan de ene kant driehoekjes en aan de andere kant rondjes. Het antwoord is dus C. Ja. Oh. Want de cirkeltjes worden minder. Ik zal het zeggen, want de figuur staat afwisselend horizontaal of verticaal. En bij elk figuur is er één cirkeltje minder. Ik hoorde het Sylvana al zeggen. 4, 3, 2, 1. De driehoekjes verdwijnen als volgt. 4, 4, 3, 3. Het volgende figuur moet dus horizontaal zijn met één cirkeltje minder. Blijven er dus 0 over. En ook weer één driehoek minder. Blijven er 2 over. Maar als je naar die bollen kijkt, is 4, 3, 2, 1, 0. Zo is het te kijken. Ah, je had hem goed terug, Gilio. Ja, maar ik zat naar die bollen te kijken. 4, 3, 2, 1, 0. Je bedoelt dat je hebt die hele lange uitleg van mij niet nodig. Nee, daarom. Dat is wel fout. Okay. We gaan verder met vraag 44. De vraag was weer of je de reeks wilde afmaken. Uitroeptekens en vraagtekens. Het antwoord is B. Ja, die puntjes zitten steeds afwisselend boven of onder en veranderen van kleur. Die geven weer zelfvertrouwen. Die figuren zelf veranderen niet van kleur. Logische volgende stap is dus een rood uitroepteken met een blauw puntje dat aan de onderkant staat. Ik begrijp bij de bekende Nederlanders dat het zelfvertrouwen groeit. Ja, hier even. Hier bij eentje. En hier was het weer weg. Bij wat nou? Hier was het weer weg. Vraag 45, let op. Maak de reeks weer af, was de vraag. Vierkanten met die twee kleine vierkantjes erin. Het antwoord is D. De kleine vierkantjes veranderen steeds van kleur. De volgende stap is dus bovenin zwart en onderin groen. Ah, goed. Dat is ook wel goed. Nee. Ik dacht dat ze kleiner werden. Nee, dat dacht ik ook, ja. Dat ze kleiner werden. Ellen, had jij ze goed, hoorde ik dat? Nou, deze had ik goed, ja. Maar die vorige weer niet, dus. Kijk, er stralen ook, hè. Nou, misschien de volgende ook. Vraag 46. De vraag was weer of je de reeks wilde afmaken. Enig idee? Oké, ik ga hem uitleggen. Het antwoord is antwoord B. En ik ga nu zeggen waarom. Bij de bovenste rijen geven de blauwe vierkantjes bij de eerste twee figuren aan welke rode vierkantjes in het derde kant van het vierkant blauw worden. En bij het onderste figuur gebeurt hetzelfde, alleen geven de blauwe vierkantjes nu aan dat het gehele derde vierkant blauw wordt. Ja, dat lees je op, ja. Ja, ja. Ik weet het ook niet. Ik lees het op. Nee, oké. Nee. Vraag 47 ga ik ook oplezen. Maak de reeks af. Het is een cirkel met een vierkantje en een vierkant met een vierkantje. Nee, dit was A. Nee, ik heb A. A. Sylvana heeft het in ieder geval goed, als ik het goed hoor. Jij zei A. A, A is goed. Het antwoord is A. A. Van het grote figuur, ik let op, dan leer je er wat van volgend jaar. Van het grote figuur wordt de helft afgesneden. Het wordt dus een rechthoek en het kleine figuur wordt een kwartslag gedraaid. Verder veranderen alle figuren van kleur. Rood wordt blauw en blauw wordt rood.
Yvonne, leef je nog? Ja, maar telt het ook als je het bijna goed hebt? Als je bijvoorbeeld B hebt, dan ben je al wel beter dan dat je bijvoorbeeld C hebt. Ja. Telt het ook? Meneer Drent, mag ik op eigen autoriteit zeggen dat dat niet telt? Of zegt u dat dat anders zit? Nou, inhoudelijk heeft ze gelijk. Alleen testtechnisch is het niet te verwerken. Dus dan zeggen we gewoon fout. Ja, oké. Okay. Nou, duidelijk. Hoi. Vraag. Ik begrijp het. De mensen die nu klappen zijn de mensen die het goed hadden, hè? Begrijp ik deze vraag. Nou, vraag 48. We komen nu bij de moeilijkste vraag. Dat weten, we weten nu al dat dit de moeilijkste vraag is. Ik heb zee, maar vraag niet waarom. Je ziet nu de vraag. En ik wil nu even van een aantal mensen, Rob Oudkerk, wat is het antwoord? Ik heb geen enkel idee. Maar weet je nog wat je als antwoord hebt gegeven? Ik geloof dat ik D of zoiets heb ingevuld. Kan ook B zijn. Kijk, zelfs dat weet ik niet eens meer. Okay. Jan Veen? Ik zou het niet weten, nee. Rob Campus? Ja, ik had B, geloof ik, maar geen idee waarom. Ellen? Ik had C, maar ik bedacht me dat dat niet goed was en dat het B moest zijn, dacht ik. Irene? Ik heb volgens mij D. Regilio? Ik had B, maar ik weet ook niet waarom. Yvonne? Ik weet ook niet meer wat ik had. Sylvana, had ik jou nou al gevraagd? Nee, ik was te laat bij deze. Want anders had je gezegd? Nou ja, nu had ik gezegd B, dat schijnt goed te zijn. Ah, oké. Okay. Ja, maar waarom? Nou, fantastisch. Het antwoord is... D. Ja! Oké. Okay. Dit is een moeilijke vraag, dus je begrijpt dat ik hem ga uitleggen. Neem me niet kwalijk, ik leg hem wel uit van de tekst die ik hier op mijn papiertje heb. Je moet horizontaal kijken. Een sterretje aan de buitenkant betekent plus. Een sterretje aan de binnenkant is min. Ja. Dus, de eerste rij is plus 2, min 1 is plus 1. Heel simpel. De tweede rij is min 4, plus 3 is min 1. En de derde rij is plus 4, plus 4 is plus 8. Maar daarvoor gaat het dan dus te snel. Dan kom je dus op antwoord 8. Dat vind ik dus geniaal. Oké, het is inderdaad geniaal, maar je had hem niet goed. Geen van de bekende Nederlanders had hem goed. Dit is wel overigens het einde van het tweede vragenblok. Ja, de bekende Nederlanders hadden het misschien niet goed, maar ik hoorde hier al heel snel in het studentenvak A. Dus jullie wisten wel degelijk dat het A was, de moeilijkste vraag uit de hele test. En dat heeft jullie misschien een beetje geholpen. Want jullie geheugen liet jullie een beetje in de steek, maar door het visuele inzicht hebben jullie dit blok wel gewonnen. Yeah! Maar nogmaals, het zegt nog niks, want we hebben nog blok 3. Goed, in blok 3, daar gaan we weer. We hebben in blok 3 gerekend en dat werd allengs moeilijker. Vraag 49 was nog wel betrekkelijk makkelijk. Bij vraag 49 werd de wortel van 225 gevraagd. Ja, daar hoeven we niet veel over te doen. Dat is A, 15. 15 keer 15 is 225. Vraag 50. Daar vroegen we naar de wortel van 169. Ook die is in principe helder. 13 keer 13 is 169. Dus het antwoord is dus D. Dan gaan we naar vraag 21. Wat is het kwadraat van 22? Het kwadraat is dus 22 keer 22. En 22 keer 22 is 484. Antwoord 51. Vraag 51 was dus het antwoord B. Vraag 52. Wat is het kwadraat van 46? 46 keer 46 is 2116. Antwoord C dus. Goed. Vraag 53. Ja, dat is al een beetje het rekensommetje wat we af en toe al in het gewone leven moeten maken nu. Dat is als één videoband €5,95 kost. Hoeveel kost dan een dozijn van die banden? Je moet natuurlijk wel weten dat een dozijn 12 is. Dan is het 12 keer 5,95 is €71,40. Het antwoord is dus antwoord D bij vraag 53. 12 maar 6 en dan aftrekken. Goed. Vraag 54. Bij vraag 54 werd gevraagd naar de som van deze getallen. Die som is 4800. Welk getal moet er dan op die lege plek komen? Ja, als je ze allemaal bij elkaar optelt, kom je op 1302. Dus 4800 min 1302 is 3498. Antwoord C, 54 C. We gaan naar vraag 55.
De som van deze getallen is 10.500. Welk getal moet dan op die lege plek? Als je al die getallen bij elkaar optelt, kom je namelijk precies uit op 10.500. Dus het antwoord is 0. Ja, hier. Dat zit je aan het zeuren. Dat zei ik ook vaak. Oh ja, dat is natuurlijk die 0. Wat zitten jullie daar te mopperen? Nee. Als je 5 en 5 bij elkaar optelt, dan kom je ook op 0 uit. Dus vandaar. Je had hem goed, begrijp ik. Ja. Regilio? Ik niet. Je had hem niet goed? Nee. Maar was er nog iemand anders die deze heeft gemist? Volgens mij heb ik deze afgekeken van Rob. Ops, afgekeken. Ja, ik weet niet of we hem dan wel mogen tellen. Eerlijkheid moet ook beloond worden. We gaan door. Vraag 56. De vraag was, als 16 personen een schuur kunnen bouwen in 8 dagen... hoeveel personen zijn er dan nodig om die schuur in een halve dag te bouwen? 16. Dan moet je dus eigenlijk 16 keer 16 doen. Dat moet je ook natuurlijk even zien. En als je 16 keer 16 doet, hoef je het alleen maar uit te rekenen. En dan is het 256. Maar waarom moet je 16 keer 16? Omdat 8 dagen 16 halve dagen zijn. En de vraag is, doe het in een halve dag. Dus het antwoord is dan 16 keer 16. Dan komen we uit bij 56b. Vraag 57. Robert koopt 1 bos anjers van €2,95 en 4 bossen rode rozen van €3,95 per bos. Ja, hoeveel euro moet hij dan betalen? Nou ja, dat is 4 keer €3,95 is 15,80 plus €2,95 is 18,75. Ja. Antwoord is dus, van vraag 57 is het antwoord dus A. Ik weet niet meer wat ik had. Oké, hier kwamen we bij de drank. Vraag 58. 1 fles wijn kost €6,5. Hoeveel kost dan een gros van die flessen? Je moet natuurlijk wel weten dat de gros 144 is. En als je dat weet, dan kom je 144 keer 6,5. Is €936 is D. Vraag 59. Wat is de wortel van 484? Ja. Waar we niet eerder 22 kwadraat al tegengekomen? Dat is dus D, 22 keer 22. Dat zijn instinkers, zeg. Vraag 60. Bij vraag 60 werd gevraagd naar de som van deze getallen. En de som van deze getallen is 422. Welk getal moet er dan komen op die lege plek? Het moet iets met 55 zijn. Ja. Ja. Het moet iets met 55 zijn, maar wat dan? Het moet zijn 3055 en dat was het antwoord B. Oké, Bridget, waar ben jij eigenlijk? Ja, had je niet verwacht bij de blondjes, alsof je dat niet door had, joh. Ja. Je kijkt de hele avond al hierheen. Kijk even de andere kant op. Ja, want getallen is niet echt het sterkste punt, hè, van blondjes. Ik kijk even naar mezelf, ik ben heel eerlijk hierin, dat is niet je sterkste punt. Bij jou wel? Nou, bij mij ging het juist wel heel erg goed. Oh, nou, dat is echt een uitvoering op de regel dan. Ja, jij? Nee, absoluut niet. Nee, zie je, daar ga je alweer. Hoe ging het in zo overal? Nou, vanaf het ruimtelijke ging het juist heel goed. Terwijl vrouwen daar niet goed in zouden zijn. Dus, En vorig jaar hebben jullie echt finaal verloren, hè? Dus ik zou het toch wel leuk vinden. De blondjes. Ja, oké, ja. Gaan jullie dit jaar opkrikken? Ik denk het wel. Toch? Nou, heel veel zelfvertrouwen. Of dat het ook echt waard is, daar komen we zo meteen natuurlijk achter. Jeroen, nog één blok. Oké, ik ga nog heel even naar u, meneer Drent, de deskundige. Ik denk dan toch een beetje van rekenen, van is dat niet gewoon een beetje goede schoolopleiding en 2-3 trucjes? Nou, u hebt gelijk. Rekenvaardigheid is een vaardigheid die heel sterk afhankelijk is van schoolopleiding. Dus die zit eigenlijk, net zoals woordkennis, heel dicht bij de kwaliteit van de schoolopleiding. Je moet zo'n test dan ook niet opnemen in een testserie waarmee mensen getest worden die geen schoolopleiding of die een zeer gevarieerde schoolopleiding gehad hebben. Maar aan de andere kant is het toch zo dat het omgaan met numerieke relaties en numerieke analogieën toch een belangrijke factor is van intelligentie. Net zoals dat geldt voor het omgaan met verbale analogieën. Dus het hoort er wel in. Ja, en het is nog enigszins aan te leren ook. Dank u wel. Ja. Oké, we gaan naar de laatste antwoorden van de test. Die auto. Het gaat hier over numeriek redeneren. Vraag 61 vroeg ik om de reeks af te maken. 2, 3, 5, 6, 8. En dan kom je uit op antwoord A, 9. Het is namelijk steeds plus 1. Plus 1 en plus 2. Vraag 62. Ik zal proberen ze zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Je moet weer de reeks afmaken. 18, 9, 12, 6, 9. Dan kom je uit bij antwoord C, 4,5.
Wat je namelijk doet, je deelt het door 2 en dan tel je er 3 bij op. Ja? We gaan naar vraag 63, waarin ook weer gevraagd werd om de reeks af te maken. De reeks begon met 999, toen 333, 111, 37. Wat gebeurt er steeds? Er wordt steeds door 3 gedeeld. Dus het antwoord is dan dus 12,33. Ja, iets met 12. Want 6 wordt gedeeld door 12. Vraag 64. Het werd er niet makkelijker op. Welk getal hoort tussen de haakjes? Het getal dat tussen de haakjes hoort is A, 900. Waarom? Dat zal ik je uitleggen. 200 min 170 is 30 en daar het kwadraat van. Ja, ja, dat zag ik dichtbij. Ik zie jou kijken, Ellen van Lange, alsof je denkt van ja, boah. Dat, deze zag ik absoluut niet. Nee? Nee. De volgende. Die was ook niet makkelijk. Ook weer een getal tussen haakjes. Dat was vraag 65. De vraag was welk getal er tussen haakjes hoort. Het getal is B, 20. Ik zal hem uitleggen. 9000 min 8600 is 400. En daar de wortel van. Dat is dus wat er dan boven gebeurt. Als je dat moet je eigenlijk eerst doorhebben. En dan snap je natuurlijk wat er beneden aan de hand is. Ja. Ja. We gaan naar vraag 66. Wat is het ontbrekende getal, werd er gevraagd bij vraag 66. Ja, hier ben ik echt afgehaakt. Wat hier belangrijk is, je moet hier de verticale reeksen volgen. Dat is belangrijk, je moet de verticale reeksen volgen. En dan vermenigvuldig je de eerste 2 getallen. Dus 10 keer 6 is 60 en dat verdubbel je dan. Ja? 3 keer 7, 21, verdubbel je, kom je uit bij 42. 4 keer 5 is 20, verdubbel je bij 40. Als je dat ziet, dan denk je, hey, dan moet ik dat ook aan het eind doen. Ja. 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 Vraag 67. Daarin werd gevraagd naar een ontbrekend getal in 67. Ook hier ging het weer om het volgen van die verticale reeks. Ik dacht 256. Dan moet je de eerste 2 getallen delen. 4800 gedeeld door 400 is 12. En dat verdubbel je. Het antwoord is dan dus 24. A. Een blije student. Vraag 68. Als 1 mijl 1609 meter is en 1 centimeter is 0,01 meter, hoeveel centimeter is dan 4 mijl? 4 x 16 precies, kilometers alsjeblieft. 1 mijl is 160,900 centimeter en dat doe je keer 4. Kom je uit bij antwoord C. Ja, dat zei jij. Hier hebben we de schapen. Die kudde schapen bestaat uit 48. 25%, dat is er toch één. Ik neem aan dat de boeren deze toch wel goed hebben, mag ik hopen. Hè? Ja. 25% van die schapen is geschoren. Op de een of andere rare manier hebben ze geen tijd gehad om die 75% ook te scheren. Als 25% van die ongeschoren schapen een blauwe stip heeft, hoeveel zijn dat er dan? Nou, weten de boeren het antwoord? C. Ja, 9, dat klopt. Het is maar 75% van 48 is 36, daar 25% van is 9. We gaan naar vraag 70. Dat was die vraag van die handelaar in klassieke auto's. Hij heeft in totaal 60 auto's. De waarde van zijn totale wagenpark is 900.000 gulden. Hoeveel is dit ongeveer in euro's? Nou ja, eigenlijk moet je helemaal niet af laten leiden door wagens of wat dan ook. Het gaat gewoon om hoeveel euro's is 900.000. En dat is heel simpel. Dat is A. Nou, dus vraag 70 A. Goed, bij vraag 71 hebben we gevraagd, maak de reeks af. 21, 7, 35, 11,66. Wat we hier hebben gedaan is, we hebben het eerst gedeeld door 3 en dan vermenigvuldigd met 5. Als je dat weet, dan kom je erachter dat het antwoord B moet zijn. 58,3. Goed. De laatste vraag. Allerlaatste vraag. Maak de reeks af. 1, 10,
2,5, 25. Wat we hier hebben gedaan is we hebben het eerst vermenigvuldigd met 10 en daarna gedeeld door 4. Als je dat doet, dan kom je uit op antwoord A, 6,25. Goed. Mooi. We hebben alle antwoorden gehad en ik zie hier op het scherm dat de, nou, dat de boeren het best waren in dit blok. Jullie hadden... Wees niet te blij, wees zomaar. Het zegt nog helemaal niks over de einduitslag, maar jullie hebben een beetje mazzel gehad met die schapen die ik moest scheren, of niet? Oké, wat we nu in ieder geval wel weten, is dat we alle antwoorden hebben gehad, alle 72 antwoorden op de 72 vragen van de Nationale IQ-test 2002. Ja, voor de mensen thuis met een scorekaart of gewoon met pen en papier, jullie krijgen nu een paar minuten de gelegenheid om je punten bij elkaar op te tellen. En ik zeg het maar even, hiervoor mag je best wel een rekenmachientje gebruiken. Mocht je nou net eventjes een antwoord gemist hebben, kijk dan op teletextpagina 355, want daar staan ze allemaal nog een keertje op een rijtje. Als je al je punten bij elkaar hebt opgeteld, krijg je natuurlijk een getal. Nou, houd het getal bij de hand, want we gaan zo meteen vertellen welk IQ daarbij hoort. Goed, Bridget, heb jij ook al iets van de internetresultaten binnen? Ja, ik heb hele leuke internetresultaten. Allereerst even het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft hun IQ. En ik maak er nog wel eens grapjes over, maar eigenlijk is het gewoon te mooi voor woorden. De vrouwen scoren namelijk 114 punten. Ja. Een beetje beschamend. Het is niet een grote overwinning, want de mannen hebben 115 punten. Dit is natuurlijk allemaal via internet uitgezocht. Vandaar dat ik ook de provincies voor jullie heb. Welke provincie is absoluut het domst en welke is het slimst? Ik heb staan op nummer 12 Groningen. Dat zien we hier ook. Oh, het is Drenthe. Nee, Drenthe is nummer 1. Ja. Drenthe is nummer 12. Waar staat daar precies omgedraaid? Nou, waar heb ik dan kaartjes voor? Die staan precies andersom. Sorry, Drenthe nummer 12, nummer 3 Friesland, 2 Gelderland en 1 Groningen. Ja. Voor de slimste mensen moet je dus naar het noorden. But last but zeker not least heb ik natuurlijk ook nog de allerslimste sms'er en internetters onder jullie. Hou het een beetje in het midden, want je weet natuurlijk nooit wat ze thuis allemaal als hulpmiddel hebben kunnen gebruiken. Maar... hij heeft een score van 144 punten. Hij is een student, hij komt uit Rijswijk en hij heet Henk Hogeweg. Gefeliciteerd. Goed. Goed, zoals gezegd, voor de internetters en sms'ers is hun score al door de computer berekend. Maar de pen- en papierliefhebbers onder ons hebben nog een heel klein beetje hersenschimmelistiek gehad. Ja, tenminste, als je niet gewoon je rekenmachine hebt gebruikt. Iedereen heeft inmiddels, als het goed is, thuis de punten opgeteld. En dan zie je nu de omrekeningstabel voor de scores. Er is voor deze test een duidelijk onderscheid te maken. Aan de linkerkant zie je in het wit de punten. Dat zijn de punten zoals je die hebt als je de antwoorden bij elkaar hebt opgeteld. Dus, laten we zeggen, 22 punten of zo. Maar nu gaat het om iets veel belangrijkers. Nu gaat het om je leeftijd. Ben je 40 of daarboven? Of ben je tot 40? Als je tot de 40 bent, dan zit je in de eerste tabel. En anders zit je in de tweede tabel. Ik begrijp ook niet precies waarom dat is. En ik vind het ook heel naar dat het precies op die 40 zit. Want dat komt heel dicht bij mij. Maar daar ga ik het straks wel even over hebben. Ik zal hem toch even één keer uitleggen. Stel bijvoorbeeld, je hebt 22 punten gescoord. En je bent 27, dan heb je dus 79 punten. En als je boven de 40 bent, dan heb je 84 punten. Nee, dat is eigenlijk wel gunstig. Het komt eigenlijk veel beter. Hoe ouder je bent, hoe slimmer je bent dus. Of in ieder geval, hoe meer kans je krijgt om je slimheid uit te buiten in de resultaten van deze test. Ja, waarom eigenlijk allemaal? Eerst even, meneer Drent, waarom is dat zo... hoe belangrijk is die intelligentie eigenlijk, waar we nu met z'n allen mee bezig zijn zo'n avond? Nou, aan de ene kant zou ik willen zeggen, het is een heel belangrijke factor, omdat die samenhangt met
of eventueel bepalend is voor een heleboel belangrijke zaken in ons leven. Schoolopleiding, beroepsprestaties, prestaties en functies, zelfs levensgeluk. Dus er is heel veel wat daarmee samenhangt. Dat lijkt me niet fijn als je er straks achter komt dat je een laag IQ hebt. Dan word je dus dan opeens ongelukkig, omdat u dat net gezegd heeft. Nou, nee. Als je in die zin ben ik dus minder bepalend voor het levensgeluk van mensen dan u nou even veronderstelt. Maar ik zou ook nog willen zeggen dat aan de ene kant is het belangrijk, maar aan de andere kant vind ik ook dat we eigenlijk toch met een grote relativiteit ook weer naar intelligentie moeten kijken. In de eerste plaats zijn er ontzettend veel belangrijke dingen en interessante dingen in het leven. Sport, toneel, muziek, liefde. Die niks met intelligentie te maken hebben. En in de tweede plaats zou ik willen zeggen, intelligentie, ja, vooral omdat een belangrijk stuk van intelligentie erfelijk bepaald is, hè, dus het grootste stuk van onze intelligentie is erfelijk bepaald, heeft ook iets definitiefs, iets ontmoedigends in feite. Je kunt er niks aan doen. En ik zou ervoor zijn om veel meer beslissingen te baseren op prestaties van mensen dan op intelligentie. Okay, dat betekent schoolprestaties, goed, werkprestaties, die vind ik veel belangrijker. Okay, dat is duidelijk. Meneer Hubbeling, nog even. We hebben nu net die tabel gezien. Hè? Wat is nou ongeveer een beetje de norm en hoe wordt dat dan? Hoe moet ik me er dan bij voelen? Ja, nou, het is een paar keer gezegd vanavond. Het belangrijkste is van die tabel is dat exact het gemiddelde IQ van de Nederlandse bevolking 100 is. Als je nou voorbeeld tussen de 70 en de 100 scoort als IQ, dan mag je zeggen dat je ongeveer op LBO-niveau zit. Kom je wat hoger richting de 100, wat meer richting de 100, ga je richting LBO plus MBO-niveau. Als je nou tussen de 100 en de 120 bijvoorbeeld scoort, dan zit je op MBO, MBO plus. Hoe meer je richting de 120 gaat, zit je al tegen HBO-niveau aan. Nou, als laatste tussen de 120 en de 140, dan zit je echt, mag je zeggen, dat je op HBO plus universitair niveau zit. Ja. Dat, hè, dat gaat al richting begaafdheid. Maar goed, als u het zo makkelijk uitlegt, dan zou ik denken, dan hoef ik niet eens die test te doen, want dan kan ik ook andersom redeneren. Dan kan ik denken, ik zit op HBO, dus ik zit zo rond de 130. Nee, dat is een hele leuke vraag, want dat kan ik nou vanuit mijn eigen adviespraktijk helemaal niet bevestigen. Want u heeft wel een goede opleiding en een laag IQ, bedoelt u? Nee. Oh. Dat zou kunnen. Nee, ik zie het vanuit mijn eigen adviespraktijk dat het zelden voorkomt dat mensen een accurate inschatting maken van hun eigen intelligentie. En dat vooropleiding, het zegt iets, maar zeker niet alles. Ik heb het verschillende keren meegemaakt dat mensen met een LTS-opleiding een IQ scoren van boven de 120. Dus Het zegt niet zoveel. Nee. Ik wil eigenlijk nog even heel kort, leg in één zin uit wat het verschil was bij die 40 plus of 40 daar beneden. Ja. Leg het even in één zin uit. Ja, nou twee zinnen misschien. Uitgebreid onderzoek gedaan dat in een normaal mensenleven, in een normale ontwikkeling, je ongeveer tussen je 18e levensjaar en je 30ste levensjaar, daartussen, je het meest intelligent bent. Kom je daarboven, dat is gewoon uitgebreid onderzocht, boven de 40 scoren mensen gewoon lager op een intelligentietest. En dat heeft te maken met een fysieke aftakeling die je dus al vanaf je 30ste in gang gezet wordt. Dus ons land en alle belangrijke landen om ons heen worden bestuurd door mensen die minder intelligent zijn dan de mensen die er eigenlijk onder zitten en het hadden moeten doen. Ja? Okay, absoluut. Nou, dat is misschien een opstekertje. Het is slotte BNN, jonge mensen. Hè? Teletext, pagina 355. Kun je het allemaal nog eens nalezen. Er staan dus die antwoorden op, er staan die tabellen op. Je kunt het bij elkaar optellen en dan weet je dus onder de 40 en boven de 40 hoe het uitkomt. Bridget, jij bent bij de Belgen? Ja, het zijn nog steeds de Belgen, ja. Yes! Yes! Als je nou heel erg eerlijk bent, hè, wie denk je dan dat er wint? Wij. Dat is zo makkelijk. Gun je het een ander niet of denk je echt dat jullie de slimste zijn? Ik weet het niet, denk het wel. Ja, ik kan er niks meer aan veranderen als zij denken dat ze het zijn. Je moet toch in jezelf geloven in het leven? Jeroen? Oké, ik ga het jullie vertellen. Want ik heb hier de gegevens van de studio. We hebben een aantal vooroordelen in dit programma. En sommige zullen er geslecht worden en sommige zullen zo blijven. Bijvoorbeeld zijn blondjes inderdaad dom. Of winnen ze het van de boeren en de Belgen. En gaan de studenten er met de eer vandoor. Of worden we verrast door de allochtonen. We gaan het zien. Hou maar. Hier is de uitslag. Op nummer 5
met een gemiddeld IQ van 99? De allochtonen. Op nummer 4, met een gemiddeld IQ van 118 en waar 20 jaar van mijn leven in geïnvesteerd is, en dat is allemaal mislukt, de blondjes. Op nummer 3, vermoedelijk omdat ze toch bij ons in de buurt wonen, met 119, de Belgen. Op nummer 2 de studenten en dat betekent dat de boeren hebben gewonnen. Ah, geweldig, hè? Je had het wel een beetje natuurlijk. Ja, ik dacht het wel, maar ik durf het niet te zeggen. Dus die boerenslimheid komt wel degelijk ergens vandaan? Zeker weten. Oh, ik moet het ook nog corrigeren ook, zeg. Het was hoog, maar het was 127, sorry. Hé, wat een desillusie nu. Jullie zijn de winnaar wat betreft de tribunes, maar er is natuurlijk ook een algehele winnaar. Wie had echt de hoogste score in de studio? Ja, nou ja, goed. Het begrip de domme boer is dan vandaag ten grave gedragen. Maar we moeten nog een ander vooroordeel slechten. Want de winnaar van vanavond op die tribune zit nota bene bij de Belgen. En dat... Het moet iemand zijn die echt in het grensgebied woont, dat kan niet anders. Hij heet Bart Michels. Oh, gefeliciteerd! Ja, alsjeblieft, hij is voor jou. Ik zou er nog wel eventjes iets aan toelichten. Het is ongelooflijk. Je had namelijk niet alleen een hele hoge score, je had 139. Ja. Maar daarbij had je van de 72 vragen 62 vragen goed gewoon. Was dit ooit bij je opgekomen dat je dit kon winnen? Nee, helemaal niet. Nee, absoluut niet. Wat voor vooropleiding heb je? Een heel goede opleiding, dankzij al mijn vrienden. En in het juiste land geboren natuurlijk. Ja, daar kan ik natuurlijk echt helemaal niks meer aan toevoegen. Van harte gefeliciteerd, bedankt. Je hebt hem ontzettend verdiend. Ook al is het wederom voor de Belgen. Ja, maar ja. Jeroen, bekende Nederlander. Ja. Er zijn hier... Homaar Belgen. Ja. Dolblij natuurlijk dat ze ook eens wat winnen, maar goed. Voor jullie is nu het moment van de waarheid aangebroken. Namelijk jullie, bekende Nederlanders. Wie is het meest zelfverzekerd over zijn intelligentie en wie durft het aan? Want wat we met de bekende Nederlanders gaan doen is het volgende. Ik ga jullie straks vragen, allemaal, of je wilt dat het bekend wordt gemaakt, je uitslag of niet. Tot nu toe weten we het van een aantal mensen, voornamelijk de winnaars. En we weten dan van een vak of ze verloren hebben, maar... Ja, niet iedereen wordt daar specifiek op aangesproken. Je hebt programma's bijvoorbeeld als het Nationaal IKT, waarin niet duidelijk wordt gemaakt wie nou de meeste fouten heeft. Zeker niet als het de onderwijsminister is. Het is nu allemaal anders. Je kunt nu zeggen van, doe ik het of doe ik het niet? Het is helemaal niet erg als je het niet doet, maar het is natuurlijk wel heel erg leuk als je het ook wel doet. We gaan het licht een beetje dempen. Dat is niet alleen om het spannend te maken, maar dat is ook omdat jullie stoelen nu nog allemaal licht geven. Jullie stoelen branden nu nog allemaal. Ga maar even rechtop zitten, Jan. Oké.
Ik ga jullie aan ieder van jullie afzonderlijk vragen van... wil je dat het bekend wordt gemaakt of niet? En nou ja, daar laten we het ook bij. Ik ga er niet verder over zeuren als je het niet doet. Nou, misschien wel. Rob Oudkerk, mag het bekend worden gemaakt of niet? Ja, graag. Oké. Yvonne Jaspers. Ja. Ja. Sylvana. Zeker. Jan Veen. Ja. Jan, jij werd door iemand in de zaal meteen... die gaf het laatste duwtje, hè? Ja, ik moest even om. Oké. Goed. Irene. Absoluut. Rob Campus. Ja, mooi. Ja, tuurlijk. Regilio. Ja, liever niet. Maar ja, ik moet mee. Je hoort het, ik moet mee. Je hebt net mij nog verbeterd en je hebt gezegd, ik ben nog nooit knock-out gegaan. Daarna zei ik, bij deze denk ik wel. Ja? Nee, tuurlijk ga ik mee. Maar durf je wel? Tuurlijk ga ik mee. Oké. Okay. Elle, je kunt nu natuurlijk niet meer zeggen van ik ga niet mee, hè? Nee hoor, maar dat hoeft ook niet. Het wordt naarmate zo'n rij doorgaat, wordt het steeds moeilijker. Maar blijft het lampje branden? Ja. Oké. Okay. Nou. Ik vind dat dat sowieso wel iets is wat ik eigenlijk wel heel top van jullie vind. Want er zijn inderdaad mensen die bekend zijn en er wordt nog wel eens een zekere waarde gehecht aan een IQ. Dat je denkt van ik wil liever niet als dat laag is dat het op straat ligt. Niemand van jullie trekt zich daar wat van aan. Dat vind ik top. Ga jij je IQ-test doen? Ik denk er niet over. Het vervelende is dat ik hier een papiertje heb en daar staat op BN'ers uitslag krijg je op de vloer. Dankjewel. Goed. Zijn jullie allemaal zover? Ik stel voor dat we beginnen... op de achtste plaats. Dat is dus degene die hier... domste is. Die volgens Yvonne het domste is. Wat was het opsteken was het? Oké. Okay. Oké, okay, nou ja, het is inderdaad een knock-out. Regilio. Dacht ik wel. Regilio. Niet, hoor. Regilio, 81 punten. De achtste plaats. Niks. Maar. Op nummer 7. 3 punten hoger, op 84 punten, Irene. Oh, nou. Valt toch tegen. Ja. Op nummer 6, met 108 punten, Sylvana. Ja. Nu wordt het een beetje ingewikkeld, want de volgende twee mensen hadden allebei 112. Yvonne had 112 en Jan Veen had 112. Maar een van die dingen waar ook nog over gemopperd werd door jullie... is namelijk de snelheid van drukken. En Yvonne heeft gewoon ietsje langzamer gedrukt dan Jan Veen. Dus, heb ik dat weer? Ja, dus Yvonne, jij staat vijfde en Jan Veen, jij staat dus vierde. Omdat je wat sneller was. Goed, dan gaan we naar de derde plaats. En de derde plaats is voor iemand die sowieso vrij snel is. Ellen. Met 118 punten. Nou, het is dus simpel. Rob heeft gewonnen. Maar welke? Maar welke, ja, precies. Ja. Het gaat dus inderdaad nog tussen twee Robben. Ja. Moet ik daar dan nog spannend over doen? Nee. Ja, dat vind ik wel leuk. Hij heeft gewonnen. Ja? Oké, okay, jij zegt Oudkerk dat hij gewonnen heeft? Dat weet ik heel zeker. Dat weet je heel zeker. Campus, wat zeg jij? Wees eens eerlijk. Dan weet ik heel zeker dat hij gewonnen heeft. Oké. Okay. Ja. Nou ja, goed. In dit geval is de cabaretier betrouwbaarder, want Rob Oudkerk heeft gewonnen. Ja. Voor de helderheid wil ik jullie nog wel even zeggen wat de uitslag is. De uitslag is 135 voor Rob Campus en 137 voor Rob Oudkerk. Oh. Oh. Hoef je ons niet te schamen. Hoef je ons niet te schamen. Okay. Gefeliciteerd. Hoe voelt het? Ja, hoe voelt het? Ik wil wel weten hoe ik eraan kom. Ik heb blijkbaar veel goed gegokt. En ik heb net gehoord dat ik al 16 jaar na mijn lichamelijke aftakeling sta. Dus, nou. Valt wel mee, dus zal ik thuis maar zeggen. Ja, maar dan moet je dus vroeger heel slim geweest zijn. Dank je wel. Ja, je wil het nog even erger maken. Ja, precies. Vroeger was ik nog heel slim. Ja. 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 Rob Oudkerk, gefeliciteerd. Dank je wel. Okay. Ja, het zit erop.
Iedereen kan weer echt opgelucht ademhalen. Morgen kun je uitgebreid opscheppen over je IQ. Of je ja, natuurlijk gewoon heel erg stilhouden, omdat het echt heel erg slecht was. En als je vanavond een vraag of een antwoord gemist hebt, dan kun je natuurlijk altijd nog op teletextpagina 355 kijken. Of op www.bnn.nl om alles nog even op je gemak door te nemen. Je kan op de BNN-site trouwens de hele test in zijn geheel nog een keertje overdoen. Precies, en onthoud ook de relativerende woorden ook van de deskundigen, dat als je heel laag hebt gescoord, dat dat geen reden is om heel sip voor die buis te zitten. Hè? Wij zijn er weer woensdag 6 februari. En dan is het tijd voor een hele andere koek, de nationale sekstest. Wil je weten of je een goede winnaar bent?